Oh, waar zijn we beland? Het is gewoon Lorette all over again. Dat het eindelijk vanaf was. Wij jongeren hebben het vandaag de dag niet makkelijk. Je hoeft je social media maar te openen en het gevoel van FOMO bekruipt je alweer. Al die uitjes en activiteiten dagelijks op je feed maken het ons allesbehalve makkelijk om maar geen FOMO te krijgen. En daar ga ik je met mijn twee vrienden Tobias Kamman en Jasper Demolin bij helpen. Deze twee tegenpolen, inclusief mijzelf, vormen het ideale panel om voor jou de meest uiteenlopende activiteiten te testen. Van de Hoge Veluwe tot aan Bordeaux, je ziet het in de FOMO-show. Welkom op Ibiza! Woehoe! Nou, wat gaan we doen? Vertel je. We zijn natuurlijk alle drie al een keer op Ibiza geweest. Maar toch heb ik het gevoel dat we niet de full experience hebben ervaren van Ibiza. Want Ibiza is een heel tegenstrijdig eiland. Er komen echte party people. Maar aan de andere kant heb je juist mensen die het tegenovergesteld doen. En dat is meer naar binnen gaan, zichzelf ontwikkelen, spiritueel ontwikkelen. Dus ik wil dat allebei een beetje gaan ervaren hier met jullie, jongens. Okay. Zuipen kan ik inkomen, maar spiritueel ontwikkelen heb ik geen zin in. Ja, dit is goed voor jou een keertje. Maar voordat we het gaan hebben over energie, we gaan dus onderzoeken of je FOMO moet hebben voor Ibiza. We gaan die twee uitersten ontdekken. Ja, maar uitersten zijn nooit goed. Je moet altijd een beetje in het midden blijven. Heb jij dingen voorbereid? Een paar dingetjes, ja. Maar ik wil ook een beetje het lot laten bepalen. Ja, oh, het lot. Niks voorbereid. Hey, maar ik wil ook even een fotootje met Ibiza. Nee. We zijn nu niet. Even hier intussen. Jij ja. Daar. Let's go, jongens. Ja. Ibiza. Maar eerst nog even een korte pitstop voor een typisch Ibizaans ontbijt. Wat mij weer de gelegenheid geeft om op de valreep nog een paar geschikte Ibiza-outfits voor ons drieën te scoren. Gure buurt, hè? Ja, maar zo zien al die wijkjes Ibiza eruit. Atza! Dit voelt als thuiskomen. Meneer is hier twee keer geweest. Welkom, jongen. Welkom. Ja, doe maar het slot open. Dan lijkt het ook niet alsof Matthijs al met zijn camera binnen staat. We gaan het even opnieuw doen. Nee, Matthijs die staat er toch al. Dat snapt de kijker ook. Jongens. Ja, ga naar binnen. Je moet een ontzettend nodig plan. Kijk eens. Nou, oh, wat mooi zeg. Ja, maar kom een grindbak met een witte cementen blok kijk erin. Even, nou, jongens. Heel gaaf. Ik vind het lelijk. Het ziet er armetierig uit. Dit is voor mij thuis. Ah, flikkerstraal op. Oh, wat een smerige. Eigen villa, yes! Hatsa! Kom. Kom, blijf van me af! Oh, heerlijk, Ibiza! Woe! Jongen. Beetje zoals jouw huis ingericht. Ach, donder op. Dat is een stuk smaakvol. Dat is een kringloop. Hier, keukentje, leuk keukentje. Leuk keukentje. Kijk eventjes mee. Wat? Een hele gore, vettige, ongewassen inductieplaat. Bruin vet aan mijn vinger. Ga je lekker op, geus? Ik vind dit ondankbaar. Ik vind het ook. Onnodig en ondankbaar. Ja, nou, doe je dit altijd als je ergens binnenkomt? Dat je dan een beetje lopen zeiken over de keuken? Ik raak er niet van geïnspireerd. Twee persoons bedjes. We moeten wel even afspraken maken met hoe we het gaan doen als er... Als er wat? Als jij of ik een van ons twee... Een van de twee wat? Ja, ik bedoel neuken. Maar wat heb je allemaal in petto dan? Nou, we gaan een klein feestje pakken natuurlijk. Nou, weet je jongens, het sluit er mooi op aan. Loop maar even mee. Om dit een onvergetelijk weekend te laten worden, heb ik voor ons alle drie een lookje uitgezocht. Ik noem het zelf de Wendy van Dijk en Erland Galjaard look. Nee, niet dus... die Ibiza witte boemer look. Ja, kijk Toby, voor jou een prachtig... Ja, gaaf zitten, het is hetzelfde wat je aan hebt, maar dan wit. Nee, dit is op maat gemaakte kashmirblend. Dit is echt Ibizaans. Ja, we staan echt voor nou, lol zo. Ik wil vanmiddag best even zo flaneren, maar als ze de club in gaan, niet aan. Zo komen de club niet eens binnen. Ja. Om jouw lookje helemaal compleet te maken, Jasper. Het past een beetje bij je singer-songwriter lookje van vroeger. Nee, niet zo'n hoedje. Een hoedje. Nee, dat gaat niet om. Ja. Jason West. We hoeven in ieder geval niet meer te ruzie om wie in een tweepersoonsbed mag, want die wordt niet gebruikt. Oh, jij hebt ook helemaal knoopjes tot aan beneden. Ja. Oh, die is ook goed lelijk. Oh, deze. Geef mij deze. Dat is goed. Maar van ruilen komt huilen, hè? Ik wil eerst even zien. Nee. Ik heb nu is gereld. Nu is het klaar. Nee, het is nu al gereld. Echt even weg, hè, jongens. Ik denk, dit is toch heerlijk. Kijk nou, dit is nou Ibiza. Wat is hier Ibiza aan? Allemaal echt handwerk. Dit is Ibiza voor mij. Ik vind het echt te gek om te zien hoe Jasper ons echt meeneemt, hè. En waar gaan we nu dan naartoe? Een bootfeest!
Ja, ik sta niet te springen, moet ik eerlijk zeggen. Wat voor soort boot? Ja, weet ik veel. We gaan het gewoon ondervinden. Dat is, heeft hij wel een punt. We zijn onafhankelijke journalisten, precies, zoals jij altijd zegt, Toby. Dus we moeten er wel voor gaan. Dit is ook Ibiza, hè? Yeah, we're gonna do, yeah, yeah, Ibiza. Yeah, yes. Voorop. Jullie gaan voorop. Ik moet me een beetje schuilen achter jullie. Hier is het, jongens. Hier moeten we verzamelen. Het ziet er een beetje uit als een of andere midgetkoller. Alleen maar gasten. Ja, we gaan nu met deze 150 mannen mee op een bootfeestje. Ja, dit wordt een lekker worstenfeest, hoor. Dit is. Oh mijn god. Echt, schiet mij gelijk maar neer. Dan hoef ik dit niet mee te maken. Nou, daar gaan we. De dood of de gladiolen. Ah! Oh, maar het is een soort ziekenhuisboot. Niet gezellig. Ja, maar je kan wel neuken op die beestjes. Daar ligt die ready to fuck. Kijk, Jep, daar komen ze voor jou. Yes. Nee? Dus even niet? Alles op zijn tijd, alles op zijn tijd. Lijkt wel een wild dier. Wat een beetje zo door het gras slaat. Echt Jasper op seksvakantie. Een beetje maar afwachten, even aftasten. Ik ben beland. Oh, waar zijn we beland? Het is gewoon Lorette Loverige. Dat het eindelijk vanaf was. Tussen al die mensen op een of andere afgetrapte veerpot. Dat is wel heftig. Hey, 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 hey. Stop die pizza. We proberen er maar het beste van te maken en bestellen een paar biertjes in de hoop dat we wat meer in de feeststemming komen. Ja, I just bought it. Kijk, mij komt dat toe, hè. Ik hoef daar niks voor te doen. En voor de verandering gooit Jeppe zijn eeuwenoude glibberige truc nog eens in de strijd. Zullen we samen op de foto gaan? Ja, nice. Dame, ja. Gaan we zwemmen? Ga jij zwemmen? Dame, gaan we zwemmen? En wie is je zwemmen? Laat hij zo ook zijn armen zo heel pies eromheen doen. De Spriggenoors, die speet. Dus Scotty. Terwijl Jeppe en ik genieten van een verfrissende duik, doet Toby een poging om op een andere manier van de boot te ontsnappen. Zo, in total 3 hours. 3 hours. Can they put me off earlier, somewhere? 3 uur. Ga even zwemmen, ga even afkoelen. Nou, die verlof. Oké, ja. Kijk je verlof. Maar gezien de grote rij voor het toilet, stuit Toby op het volgende probleem. Hij kan zich nergens ongezien omkleden. Nee, hier valt het toch extra mee op, graag om met elkaar praten of zo. Met veel pijn en moeite en geties weet ook Toby zich in zijn zwembroekje te hijsen. Zodat ook hij een duik kan nemen in het frisse zeewater. Om het uiteindelijk hopelijk iets meer naar zijn zin te hebben op deze partyveerpont. Zijn best heeft gedaan om in ieder geval een poging te wagen te gaan zwemmen, moeten we hem tegemoetkomen met een aantal pilsenmannetjes als laatste redmiddel om het hem ook nog enigszins naar de zin te maken. Jep en ik proberen er het beste van te maken op het dek van de boot, waardoor het, met behulp van het ondergaande zonnetje, zowaar steeds meer op een leuk feestje begint te lijken. Waarna zelfs Toby, een halve tafel bier later, zich bij ons aansluit. Een soort wandelende kurk omhoog gelopen. Maar net op het moment dat we het alle drie aardig naar ons zin beginnen te krijgen, gaat het godschuwelijk mis. Godzijdank zit het feestje er eindelijk op en kunnen we weer voet zetten aan land. En wanneer we de steiger opstappen, wordt het nog maar eens benadrukt dat het feestje voor de meesten net eventjes iets te lang heeft geduurd. Dat zal niet van het bier zijn, want daar zat geen alcohol in. Het begon gezellig, maar het werd steeds grimmiger op die boot. Kijk hoe prachtig die zon is. Ik kan even helemaal niks meer zien. Ik ben helemaal lam geslagen door het bootfeest. Die oude man ligt ook gewoon weer te tukken, hè? Ja, die is ook. Ja, die is lam. Kom, gaan hem wakker maken. Kom. Oh. Wakker worden! Het is partytime! Hey! Oh. Zingen i! Pizza! We zingen. Hey, 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 kom op! Kom op, hè! Partytime! Au! Oh.
komkommer. Ik heb een heel lekker tentje, je hebt allemaal lekker hapjes uitgezocht. Dan ga je ook aubergine. Dat vind ik wel lekker. Ja, zie je nou, ik wist het wel. Nou, hup. Vang af! Wees een sterrenlach! Je bent niet van mij! Zijn we klaar voor mijn favoriete restaurant op Ibiza? God, ben je toch een walgelijk mannetje, joh. Het zijn Ibizaans. Hier heb je niet in Nederland zoiets. Kijk nou, hoe gezellig dit is, jongens. Kijk hoe je rondloopt, alsof je hier al jaren komt. Eindelijk is het echt een beetje tijd om te genieten. Met een wijntje, lekker eten, onder het prachtige maanlicht. Deze avond kan niet meer stuk, zou je denken. Er is wel een probleem. Er is natuurlijk nog een avondprogramma, eigenlijk een nachtprogramma. Maar ik zit er doorheen. Ja, nou, dan gaan we naar huis. Nee, we gaan er gewoon even kijken, jongens. Kom op. Wat is dit, jongen? Even kijken. Voor slepende dag met jou. Zullen we dan maar gaan? De pleister er snel aftrekken. Dank je echt. Jongens, op ons tandvlees. We zijn te oud hiervoor, maar we gaan naar de club. Half vier ging de wekker vanochtend. Kom jongens, we gaan party maken. Thijs, kun je een fotootje maken? Eenmaal in de club blenden we helaas meer in dan we ooit hadden kunnen denken. We doen gewoon dezelfde outfit. Ja, ja, ja. Dit zijn koko, ja. Om te onderzoeken of je FOMO moet hebben, zullen we toch wat beter ons best moeten doen. Om te beginnen met een dansje en een paar biertjes bestellen. Maar bij het horen van de prijs van een paar pilsenmannetjes wordt ons wantrouwen maar weer eens bevestigd. 40 euro, 2 bier en een water. We persen onze laatste energie er op de dansvloer uit. Maar 2 van deze feestjes op een dag is meer dan genoeg voor deze jongeren. En dus pakken we de paling in. En dat de gemiddelde leeftijd wel erg hoog ligt, wordt bij het verlaten van de club nog maar eens bevestigd. Wat een toffe ellende, ja. Sorry. Hallo, kijk nou, ja, I ripped my case. Boomers zien helemaal af te liggen. Helemaal lamme boomers. Ik dacht echt dat wij oud waren, maar ik heb zijn... nooit zo'n heerlijk jeugd gevoeld. Ik wou het zeggen. Gisteren hebben het ene uiterste van Ibiza ontdekt. Maar we hebben natuurlijk ook de spirituele kant van Ibiza. Die willen we natuurlijk ook ontdekken. Jij? Nou, jullie als onafhankelijke journalisten willen dat ook. Nee, ja, Ik val niet binnen mijn onderzoeksgebied. Nou, ik heb wel afgesproken met mezelf, waar die ook mee komt, ik sta open. We gaan zo meteen aesthetic dansen. Ik weet niet wat dat het is. Wat is dat, een soort aerobics? Het is vrij laten bewegen op het ritme van de muziek, waardoor je in trance en extase komt. Dat hebben we gisteren toch ook gedaan? Nee, het is echt een verschil met gewoon in de club staan en een beetje dansen. Je gaat echt proberen jezelf helemaal los te laten gaan, zodat die oude emoties omhoog kunnen komen. Ik sta ineens helemaal niet meer open. Het is eigenlijk een soort bewegende meditatie. En daarmee kom je dieper in verbinding met jezelf. Oh, daar heb ik zo geen zin in. Nee, maar weet je waarom het zo goed is voor jou? Jij hebt echt alcohol nodig om je gemakkelijk te voelen. En dit is de perfecte kans om dat een keer te oefenen. Want iedereen daar accepteert, het is een safe space. Jij kan je helemaal laten gaan zonder alcohol. Ja hoor, het is een safe space. Alleen het halve internet kijkt mee. Ja, nee, donderlijk. We maken gewoon een oorlijk programma waarbij ik met een tering inzuip en we onderzoeken iets. Het is niet iets om mij te helen of zo. Daarvoor heb ik toch gewoon een psycholoog? Nee, ja, met een beetje lullen alleen, dan kom je er niet. Nee, aesthetic dance, dat gaat jouw leven bereiken. Eet smakelijk. Ik heb geen honger meer. Oh, ik zie hier ook echt tegenom. Ecstatic dance! Ik ben echt mijn leven aan het overdenken. Waar is het fout gegaan? Waarom? Jij wilde zo graag beroemd worden. Ja, hou je ecstatic dance nu. Hou je bek. Ik hoor de muziek ons al tegemoet komen. Wat is er? Het zijn waarschijnlijk hartstikke vriendelijke mensen. Nee, natuurlijk zijn ze vriendelijk en waarschijnlijk ook ongewassen. Nee, dat kan je niet zeggen. Het is een linkse mensen disco en linkse mensen wassen zich gewoon minder. Dat zijn statistieken. Statistieken. Ja, kijk maar naar Jasper. Kom, we gaan ons even netjes voorstellen aan de mensen. Zo blij dan. Toby, wat denk je allemaal? Echt, de paniek bekruipt mij. Jasper? Yes. Nice to meet you. He's a little bit shy, so he has to come out of his shell. If you want, you can close your eyes.
Nee, niet nu al. Nu al? Nu al. Nu in de dag. I probably won't move at all without alcohol. Nee, niet al nu al zo je kont tegen de krip gooien. Don't worry. You will dance. So, if you want, we can start. Kom op, hè. Ja, maar je kan het. Ik heb me echt zelden zo ongelukkig gevoeld. Welcome everyone and thank you all for being here. So there's just some simple rules, but very powerful ones. The first one, we are dancing barefoot. The second one is that it's a space of no verbal communication, so we don't talk between each other. If during the dance somebody's coming to you and maybe wants to share the space and dance with you, you're just free to say, yeah, I'm going for it. I will dance with you, or just say, no, thank you. And that's our core agreement, that is respect and no judgment. We beginnen met wat rustgevende ademhalingsoefeningen. Maar zodra we als tijgers over de grond moeten kruipen, voelt het gelijk als ver buiten onze comfortzone. Een beetje over de grond krioelen als een leeuwtje en rare geluiden maken. Ik verstijf helemaal. En dan heb je ook nog de Spaanse broer van Jasper, die helemaal als een soort van debieltje in een pyjamaatje over iedereen aan het heen kroelen is. Dan raak ik echt in blinde paniek. En wat is de water you are? Big waves are coming in the ocean. Feeling your space, what you like to share, enjoying. Dit is zo fucking heftig. Ik zie Tobias al helemaal in zichzelf keren. Ik probeer er echt heel open in te gaan, maar ik kan toch mijn lachen niet inhouden als ik naar Tobias zit te kijken. Alleen, een van de regels is dus niet oordelen. En ik vind dat echt goed, want ik denk ook, ja, fuck dat. Fok dat je nu voor lul staat. En alleen ik ben daar nog niet. Normaal drink ik ook gewoon alcohol op een feestje of drugs, waardoor het gewoon makkelijker is om erin te komen. Maar ik dacht, ik doe gewoon mijn ogen dicht en laat me gewoon een beetje vrij bewegen. Alles heb ik een oordeel over. Ik ben mezelf alleen maar aan het veroordelen over hoe raar ik dans, hoe stijf ik dans. Nou, in de club voel je je wat anoniemer. Als ik op een podium sta, dan vind ik het wat logischer. En hier denk ik toch gewoon van, oh ja, je staat met elkaar op een veldje een beetje raar te doen. Ik denk oprecht dat dansen iets verlossends kan zijn, alleen ik ben daar nog niet. Of het nu de muziekstijl is die wat minder zweverig begint te worden, of omdat we nu al zo'n anderhalf uur op de dansvloer staan op onze blote voeten, hoe dan ook, verandert er als eerste iets bij Jeppe. Het voelt wel echt bevrijdend en het sla ik gewoon te springen en te hossen en het maakt niet uit hoe je danst, maar ja, ik zit er gewoon lekker in. Ik heb gewoon wat meer tijd nodig. En nu heb ik gewoon besloten om gewoon te dansen zoals ik ook in de club zou dansen. Ik moet me echt concentreren, bij mezelf blijven. En op een gegeven moment, ja, dan ga je best die drempel over. Toen kon ik met ogen open, zonder dat ik al in de lach schoot. Mijn bewegingen zijn veel vloeiender in plaats van dat stijve, houterige. Dus het is best wel wat gebeurd. Het is best bijzonder wat dat met je doet. Ik ga niet echt al bijna 3 uur. Zou je zien dat Toby niet meer naar huis wil? Moet je FOMO hebben voor Ibiza? Ik ken Ibiza een beetje, maar ik kan deze niet aan dat rijtje toevoegen van prima bezoekjes. De villa? Villa? Nee. Gewoon een huis met een zwembad en onkruid. Ja, nou, dat is gewoon. Het bootfeest, het was in principe gewoon een veerpont met een paar dronken Engelsen erop. Verschraald bier uit plastic bekers, knoeperd harde tokkie muziek. En dan zit je daar. Ja, enige waarvan ik nog wel zoiets had van, nou,
dat heeft mij wel een beetje veranderd, was de Ecstatic Dance. Ja. Ik ben er echt wel een drempeltje over gegaan. Maar het heeft je veranderd. Ja. Ik ben een nieuw mens. Ja. Al met al 3,8 Tobias. Zo. Ik vind het partygedeelte echt walgelijk. In zo'n boot. Ik heb geen problemen met mensen die feesten, maar wel mensen die gaan zuipen en hun emoties niet onder controle kunnen houden. Je kon er ook niet vanaf. Je zat 4 uur vast op de boot richting de hel gewoon. En toen gingen we nog naar de Pacha. Ik werd dus echt fucking veel geld voor betaald om daar naar binnen te gaan. Je kan geen biertje voor een normale prijs krijgen. Ja, ik heb zoiets van ga lekker naar een kroeg. Ecstatic Dance, ik ben echt blij verrast. Ga dit een keer doen. Aan het begin moest ik echt alleen maar giechelen en dacht ik van waarom lig ik nu over iemand heen te rollen. Maar op een gegeven moment was ik gewoon lekker aan het dansen. En dan ben je gewoon zonder alcohol, ben je gewoon aan het losgaan. En dat vond ik echt vet om weer eens mee te maken. Dus dank voor deze ervaring, Jasper. Al met al deze dingen bij elkaar optel. 3 dino's. Nou. 3,5 dino. Oh. Yes. Ja, ik vond het misschien een beetje te streng. Mijn voorkeur gaat ook wel meer naar het laatste deel. Ik hou van party, maar €40 voor 2 biertjes, dan denk ik ook van dat hoeft toch allemaal niet zo overdreven. Ecstatic Dance vond ik echt heel leuk om een keer te doen. Ik voelde echt gewoon het plezier om gewoon samen zo te dansen. Dat vond ik echt een heel mooie ervaring. Dus ik raad ook echt aan de mensen thuis, ga een keer Ecstatic Dance doen. Zonder ecstasy of drugs. Of no to self. Alcohol. Want ook zonder middelen kun je die staat bereiken. Het cijfer? Ja, 4,5. Dus moet je FOMO hebben voor je pizza? Ja, je moet het echt een keer ervaren. Ja. Ja. Vond je dit een leuke video? Druk even op het duimpje. Vergeet niet te reageren in de comments. Vinden we leuk. Abonneer op dit kanaal en tot de volgende FOMO-show. Kom op. Kom op, Toby. Nee, je mocht niet praten, lul. Ja. En niet aan me zitten. Vieze Rick. Ah. Afblijven, smeerlap.